Nu gaat het tempo langzaamaan omhoog. Ga je de tussentijd nog niet meteen terugzien. 19-3 is nu de tussentijd. Maar tempo is omhoog gegaan. En het is nog altijd HRNF Boko die leidt. Er valt nu een klein gaatje in het peloton tussen de eerste drie plaatsen en de vierde. En op plek 4 probeert aan te sluiten Royal Cash. En zo gaan ze de laatste bocht in. HRNF Boko leidt. Jersey Mussels ligt tweede. Halverwege de Tjarda bocht heeft Irish Steel alles over, maar kan er niet uit. Komt Royal Cash daar nu naast. En helemaal aan de buitenkant gaat naar voren Loverboy Vrijthout. Paarden komen de laatste rechte lijn nu in. En Misha Brouwer heeft alles onder controle. HRNF Boko leidt. Galoppade daar van Jersey Mussels. Daar komt dan ook het gaatje van Irish Steel. Daar zat hij op de achterweg, Senior. Nou kan hij zijn kunsten nog even vertonen. Aan de binnenkant Brouwer. Aan de buitenkant Senior. Maar Brouwer heeft de handen meer dan vol. En gaat hier niet meer geklopt worden. HRNF Boko. Daarachter Irish Steel. En de derde plaats heel best gelopen. Royal Cash. 17-7 voor de winnaar. Het gewonnen door paard nummer 8, HRNF Boko en Misha Brouwer. Binnen 1, 17-6. Daarachter de 7, de 6, de 4, de 3 en de 1. En dat betekent dat we eerst Peter Delis de gelegenheid geven om zijn piqueur te bedanken. Mooie rit. Hij verstevigt zijn zilveren positie in het klassement, Misha Brouwer. Misha, dat is alvast lekker. Ik had alleen in de beginfase het idee dat je een beetje zat te twijfelen. Nou ja, twijfelen niet, maar ik weet dat ik niet van huis uit met naast lange weg sneller kan zijn als hem. Want deze kan niet bizar beginnen, die van hem ook niet, maar ja, ik heb iets net een mooi nummer. Dus ik denk niet te veel risico nemen. Het is natuurlijk wel zo'n shuffelaartje van start af, dus daar moet je niet te veel risico nemen. En ik denk aan de overkant, ik dwing het af en zo ging het ook. En dat was een hele makkelijke rit, had ik het idee. Ja, als je een goed paard hebt, dan wordt het natuurlijk ook steeds makkelijker. En nou kon ik hem mooi indelen hoe ik wilde. Zondag een mooie meeting op Alkmaar. Zal jou ook goed doen dat je daar weer kan koersen om je titel te verdedigen in Europa's langste race? Kijk je ernaar uit? Ja, dat zijn natuurlijk mooie dingen om mee te maken. En ik heb een goed paard, zoals vorig jaar liet zien. En daarom is het helemaal mooi. Is de vorm goed? Ja, heel goed. Gaan we die extra in de gaten houden, Misha. Victoria Park trouwens, sponsor op Alkmaar komende zondag. Waarvoor dank namens de drafbaan al daar. Wolfga ziet het belang in van de breedte sport. En mooi dat er mensen zijn die hun ziel en zaligheid in Alkmaar steken. Ik heb inmiddels het weer bekeken. En het gaat regenen in het noorden. En in het westen is het prachtig weer. Dat zal het op Alkmaar ook mooi zijn, denk ik. En dan gaat Misha Brouwer zijn ereronde rijden, dames en heren. U kunt in de handen voor de winnaars van koers 2, HRNF Boko, Misha Brouwer. Gevallen. Kijk naar de buitenkant, want daar komt de meeste snelheid vandaan. Daar komt Irish Steel vandaan. Daar komt ook aan de buitenkant HRNF Boko. Die twee paarden gaan als eerste op weg naar de runnersbocht. Aan de binnenkant Irish Steel en aan de buitenkant HRNF Boko. Derde plaats daarachter, een goede start voor Flair Lady DF. En Driedik moet de eerste bocht door en die gaat nu terug naar achteren Royal Cash.
Ze ronden de paarden de eerste bocht en de leiding blijft in handen van Irish Steel. Daarachter aan de reling zei de Flair Lady DR van de buitenkant. Daarnaast ligt dan HRNF Boko. Die ligt er wat ongelukkig in. Dat zal Micha Brouwer zeker beamen als hij dat kon doen op dit moment. En die gaat er nu ook wat aan doen. Die gaat naar voren. Gaat de aanval open op de kop lopen. Irish Steel. En die had het al een beetje verwacht. Die laat hem ook gaan. HRNF Boko neemt de leiding over. 16-7. De eerste 500 meter. Irish Steel op plaats 2. Derde is dan Flair Lady DF. Vierde plek daarachter is voor Howie Star. Op de vijfde plaats volgt Loverboy Vrijthout. Zesde plek in de drafietkleuren is Jersey Muscles. En daarachter ligt Royal Cash als laatste. Paarden onder de bocht en het tempo is zeker niet omhoog gegaan nadat HRNF Boko de leiding heeft overgenomen. 16-7 was de eerste 500 meter en het gaat nu niet veel harder. Sterker nog, het gaat zelfs iets langzamer. En aan de buitenkant komt onmiddellijk naar voren Jersey Muscles. Jersey Muscles gaat het terrein goed maken. Dat kan in deze fase, want als we straks die tussentijd gaan zien, dan zult u ook snappen waarom dat zo makkelijk gaat. En de deelnemers zijn in de rechte lijn voor de tribune. HRNF Boko leidt. Irish Steel ligt tweede. 21-5 de tweede tussentijd. Derde aan de buitenkant is Jersey Muscles. Vierde aan de relingzijde, Flair Lady DF. Vijfde in het tweede spoor is Royal Cash. Zesde Loverboy Vrijthout in het tweede spoor. En zevende aan de reling, Howie Star. 800 meter te gaan nog. En een hele rustige fase in deze koers. Niemand voelt zich geroepen om het gaspedaal even lekker in te drukken. En het is HRNF Boko die leidt. HRNF Boko, buitenkant Jersey Muscles. Paard tot... De troostafdeling van de St. Ledger won in Duitsland. Goeie driejarige. Daarachter aan de relingzijde volgt Irish Steel. Vierde aan de buitenkant Royal Cash. En vijfde aan de relingzijde nog altijd Flair Lady DF. Nu gaat het tempo langzaamaan omhoog. Ga je de tussentijd nog niet meteen terugzien. 19-3 is nu de tussentijd. Maar tempo is omhoog gegaan en het is nog altijd HRNF Boko die leidt. Er valt nu een klein gaatje in het peloton tussen de eerste drie plaatsen en de vierde. En op plek 4 probeert aan te sluiten Royal Cash en zo gaan ze de laatste bocht in. HRNF Boko leidt, Jersey Muscles ligt tweede. Halverwege de Tjarda bocht heeft Irish Steel alles over, maar kan er niet uit. Komt Royal Cash daar nu naast en helemaal aan de buitenkant gaat naar voren Loverboy Vrijthout. Paarden komen de laatste rechte lijn nu in. En Micha Brouwer heeft alles onder controle. HRNF Boko leidt. Galoppade daar van Jersey Muscles. Daar komt dan ook het gaatje van Irish Steel. Daar zat hij op de achterweg, senior. Nou kan hij zijn kunsten nog even vertonen. Aan de binnenkant Brouwer. Aan de buitenkant senior. Maar Brouwer heeft de handen meer dan vol. En gaat hier niet meer geklopt worden. HRNF Boko. Daarachter Irish Steel. En de derde plaats heel best gelopen. Royal Cash. 17-7 voor de winnaar.